In de zes jaar dat de Tweede Wereldoorlog duurde, gebeurde natuurlijk enorm veel. In deze video gaan we eens kijken naar het verloop van de strijd en dan gaan we echt in reuze stappen doorheen. We hadden in de vorige video al gezien dat Duitsland door die Blitzkrieg-tactiek snel grote delen van Noord- en West-Europa veroverde. En daarna viel het oog van Hitler op Engeland en begon de slag om Engeland. In Engeland is een eiland, daar kom je natuurlijk niet zomaar. En die slag om Engeland werd dan ook vooral in de lucht uitgevochten. En daarbij werden veel Britse steden gebombardeerd door de Duitsers. Nou, je in Engeland piepte en kraakte, maar uiteindelijk wist het vol te houden. En die slag om Engeland wordt uiteindelijk ook gewonnen door Engeland. Ja, en daarmee komt de Duitse opmars in het westen van Europa tot een einde. En eh, Hitler baalt er heel erg van, wat de Britten graag verslagen. Nu had hij daar dus een grote tegenstander zitten. Maar ja, tegelijkertijd had hij zijn ogen echt gericht op het oosten van Europa. En hoewel hij een niet-aanvalsverdrag had gesloten met de Sovjet-Unie, begint hij in 1941 operatie Barbarossa. En dat is de Duitse inval van de Sovjet-Unie. En de Russen schrikken daar natuurlijk van: van hé, hey, we hadden toch dat niet aanvalsverdrag. Maar uh, ze vechten hard terug. Maar ondanks die harde strijd en die harde verdediging weet uh, het Duitse leger snel op te trekken. Komt ook weer door die blitzkrieg-tactiek. En die Sovjet-Unie die leidt grote verliezen. En je ziet het hier ook op de kaart: hè? die blauwe gebieden die worden allemaal uh, veroverd door de Duitsers. En ze komen steeds verder de Sovjet-Unie binnen. Maar de Sovjet-Unie is een groot land veel mensen en dus ook veel soldaten en die wordt uiteindelijk niet verslagen. Die weten stand te houden. Maar goed, dit is dus het moment 1941 dat de Sovjet-Unie deel gaat nemen aan de strijd aan de kant van de geallieerden. 1941 is ook het jaar dat de Verenigde Staten mee gaan doen aan de Tweede Wereldoorlog, ook aan de kant van de geallieerden. En dat komt als de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor wordt aangevallen door de Japanners. Nou, Japan hoort bij de asmogendheden, dus Duitsland verklaart de Verenigde Staten ook de oorlog. De Verenigde Staten verklaren Duitsland ook de oorlog, Japan dus ook de oorlog, en daarmee zijn ze ook betrokken bij die Tweede Wereldoorlog. Ja, en in de eerste jaren van de oorlog lijken de asmogendheden, met name Duitsland, echt wel aan de winnende hand te zijn, maar dat verandert aan het einde van 1942 met de slag bij Stalingrad. Stalingrad is een stad in de Sovjet-Unie. De Duitsers waren dus snel opgerukt. Maar dit zal uiteindelijk de bloedigste slag uit de hele geschiedenis worden. Er staan ruim 2,5 miljoen soldaten staan er tegenover elkaar. Uiteindelijk wordt er aan allebei de kanten uh, wordt er in totaal zo'n anderhalf miljoen uh, slachtoffers zullen vallen, zowel doden als gewonden, zijn dat dan. En uh, nou ja, uiteindelijk weet. De Sovjet-Unie hier vol te houden, wordt Duitsland verslagen. Er wordt echt om iedere straat, om ieder gebouw wordt kerd gevochten. Maar de Sovjet-Unie houdt dus vol. En uiteindelijk is dit ook het verste punt dat de Duitsers weten te bereiken. En is die slag om Stalingrad, die een paar maanden duurt, dan ook een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Want je ziet hier op de kaart Stalingrad daar helemaal in het oosten liggen, hè, in, de, in die uh, rode cirkel. En tot zover zijn de Duitsers gekomen. En vanaf dat moment, hè, de lente van 1943, als die slag om Stalingrad voorbij is, worden de Duitsers steeds verder teruggedrongen. En je ziet hier ook op die kaart hoe snel dat dat gaat. En daarnaast zien we dat uh, vanaf 1944, uh, als die day is op 6 juni, ook in het Westen uh, tegen Duitsland zal worden gestreden. Want dan is de, de geallieerde invasie van West-Europa, die begint dan op de stranden van Normandië. En op dat moment zit Duitsland dus klem in die twee fronten oorlog, wat ze de hele tijd niet hadden willen hebben. En van alle twee kanten worden de Duitsers dus steeds verder teruggedrongen, worden er steeds grotere gebieden veroverd. En van allebei de kanten, het oosten en het westen van Europa, worden de Duitsers dus teruggedrongen. en worden steeds meer gebieden weer bevrijd van de Duitse bezetting. Ja, en in mei 1945 leidt dat dan ook tot de Duitse overgave. Een paar dagen nadat Hitler zelfmoord heeft gepleegd. En we zien hier de Russen die als eerste in Berlijn komen. de Amerikanen volgen niet veel later. En uh, Duitsland is verslagen. Maar goed, Japan is dan nog niet verslagen. Hè, dus de strijd concentreert zich dan heel erg op uh, Oost-Azië. En om Japan ook tot overgave te dwingen, gooien de Amerikanen twee atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. De Amerikanen hebben een afweging gemaakt. Als we Japan binnenvallen, dan kost dat waarschijnlijk te veel Amerikaanse slachtoffers. En dan gaat het ook te lang duren. Deze bommen, nieuwe bommen die nieuw zijn ontwikkeld, die kunnen de strijd waarschijnlijk veel sneller beslechten. En dat is ook zo, want na die tweede bom op Nagasaki geeft Japan zich over. En daarmee komt er een einde aan de Tweede Wereldoorlog.